over een jaar of 3, 4 moet hij vrijkomen. Dan heeft hij zijn wettelijke straf uitgezeten. Maar het kan ook nog zijn dat ze hem voor die periode is afgelopen, dus 2 jaar daarvoor, met vervroegde vrijlating sturen. Dus om hem te laten wennen aan de maatschappij dan, in dat geval. En dan zou het al over 2 jaar kunnen. En ja, ik denk dat hij diezelfde wraakgevoelens nog steeds heeft. Want volgens hem ben ik verantwoordelijk voor zijn gevangenisstraf. Dat heeft hij natuurlijk zelf gedaan, maar dat is zijn gedachtenkronkel. Dus ik denk echt wel dat hij na die periode dan binnenkort, hè, het kan over 2 jaar zijn, dat hij bij mij op de stoep staat. Of dat hij misschien weer iemand inhuurt. Dus ik ben op de ergste voorbereid, ja. Ja, dat is wel pittig, ja.